We staan bij een monument waarbij de namen worden herdacht van militairen die het leven hebben gelaten tijdens de coalitionele acties, zoals ze worden genoemd. De decolonisatieoorlogen, zoals ze ook worden genoemd. En er zijn zelfs mensen die het hebben over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. De betekenis van dit monument is veel breder, veel dieper en gaat over een veel groter tijdvak dan de namen van deze militairen die hierop staan. Zij hebben het offer gebracht van hun leven in het uitvoeren, in het navolgen van de opdrachten die de Nederlandse regering hun gaf. Dus elk politiek oordeel over wat zij gedaan hebben mag niet ter discussie staan. Een deel van onze geschiedenis dat nooit verloren mag gaan en waarbij we ons altijd rekenschap moeten geven van het feit dat die geschiedenis niet weggaat met het overlijden van die generaties, maar dat die generatie, dat lijden, dat die geschiedenis vaak in generaties die nu nog leven, voortleeft. Aanwezig is in het DNA van hele families, van hele mensen die een verleden hebben in Nederlands-Indië. 15 augustus is geen bevrijdingsdag, maar het begin van even grote, misschien zelfs nog wel veel grotere ellende voor hele grote groepen Nederlanders die tot op de dag van vandaag met dat verleden belast zijn. We herdenken deze militairen en we herdenken die slachtoffers, maar ook die nabestaanden.